Wat zit jij te doen, Anton? Ik zit enorm van het uitzicht te genieten. Het uitzicht heeft geverfd haar. En veel te veel goud om de nek. Fritje, je bent jaloers. Ik kijk naar een smaakvol geklede dame. Noem je dat smaakvol? En ik heb zo het vermoeden dat het een Nederlandse is. Dat had je gedacht. Mensen zo Duits als de pest. Getrouwd met een wapenfabrikant, wedden? Sst, straks hoort ze ons nog. Kijk, ik zou die dan nog een beetje gaan zitten aanmoedigen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wat zei ik? Duits. Wat een heerlijke dag, vindt u niet? Verrukkelijk. Dus u bent Nederlander? Inderdaad. Anneke Dijkstra. Maar iedereen op het eiland hier noemt me de Duchess. Duchess? Nou, een grapje van de mensen hier. Dutch en Duchess. Oh. U bent van adel? Ach, wat is adel tegenwoordig? Frederik van Voorst-Asselberg. Aangenaam. Anton van Voorst. Ach, toch niet van de bekende familie van Voorst tot Voorst? Eén keer is genoeg. Ah. Ja, wat is adel? Woont u op Mallorca? Ach, gaat u toch zitten. Ah. Wilt u misschien een kopje koffie? Wij zitten net aan de koffie. Of liever gezegd, dat wil zeggen, ik zit aan de koffie. Mijn man drinkt 's morgens altijd graag een sangria. Het is tenslotte vakantie. Oba! Oba? Ja, hè? Anton, help jij even. Die jongen doet altijd net alsof ik me niet begrijp. Signor, uno di esto? I café con leche? Sì. I dos cafés con leche, por favor. Dus u woont hier op Mallorca? Ja. 10 jaar geleden overleed mijn man. Ik heb toen al onze bezittingen in Nederland verkocht en me op dit heerlijke eiland gevestigd. Oh, en u woont hier in de buurt? Nee. Aan deze kant van het eiland is het me veel te toeristisch. Nee, veel te veel mensen. Nee, ik heb een landgoed gekocht aan de rustige kant van Mallorca. Landgoed? Och, landgoed, villa, what's in a name. Hè? Het is een heerlijk oord. Veel land eromheen. Wat bijgebouwen voor het personeel. Personeel? God, je kan niet zonder. En u? Heeft u hier ook een huis? Nou, wij. Onze villa ligt hier vlakbij. Ach, hier in de buurt? Ja. El Arenal. El Arenal? Maar dat is toch zo ongeveer de Bijlmer aan zee? Ja. U slaat de spijker op de kop. Nee, wij wonen meer in het achterland. En daar is het heel erg mooi. Niet waar, Anton? Ja, beeldschoon. Proost. Oh, is dan zeker een gedeelte van het eiland dat ik niet ken? Op El Arenal. Olé. Anton. Komt u langs? Oh, graag. Anton. Ah, zon. Warm zeg. Misschien hadden we Omi toch maar moeten laten weten dat ze kwamen. Ah nee, waarom? Nou is het toch tenminste een echte verrassing. Ja, ze zal wel opkijken. Ja. Oh ja, het adres, waar heb ik dat? Ja, hier. Playa Blava. Karretje, oh! Pardon. No, nice. Pardon? Ja. Everything okay. Ja, gracias. Hollandees. Sí. Wat een lekker ding. Doe, mam, het is vakantie. Villa. Ah, sí. Weet je waar het is? You know? Sí, yo sé. En ligt jullie jacht in de haven van Palma? Nou, toevallig hebben we onze net verkocht. Verkocht? Anton had de laatste tijd dat last van zeeziekte. Ja, al die golven. Ach, wat sneu.
Zeker heel naar voor u om zoiets van de hand te doen. Gehuild als een kind. Ik voel helemaal met u mee. Weet u, mijn jacht is gewoon mijn kind. Nou, gelukkig lig ik in de haven naast het jacht van de Spaanse koninklijke familie, dus het kind wordt goed bewaakt. Ons jacht hebben net verkocht aan Pieter en Margriet. De van Vollenhoventje. Hé? Maar die hebben toch destijds de gelukkige olifant overgenomen van Juliana en Bernard? Ja, maar ze hebben ons jacht gekocht voor een van de kinderen. Ja. Niet waar, Anton? Ja, voor Willem Frederik Friso en Karel de Vijfde. Enig idee dat er nou een prins aan het roer van jullie jacht staat. Hoe heet het schip? Edelman Bedelman. Wat apart. Anton? Look. Nice car. My car. Your car? Yes. You like it? Klaar. Hoe weten we nou of die man nou wel te vertrouwen is? Nice car. Een man, doe niet zo tuttig. For you, no pesetas. You beautiful. Ja, wat zegt hij? Wat bedoelt hij? Hij vindt me mooi en we hoeven niks te betalen. Oh, nee. Ik wil veel liever een echte taxichauffeur. Ah, no taxi. I help you. Yes? Your sisters. No, I'm a mother. Your mother? Yes. Your beautiful mother. You're Carlos González. Yet. Yes. Yeah. Nee, no, yet. Yes. Oh, nee. Klaartje. Clara. You beautiful Clara. Hallo. Esta señas. Wat zeg je nou allemaal, man? Brengt u mij naar dit adres? Sí, uno molto grande casa, vale, villa. Hier. Hallo, esta señas, por favor. Señorita Clara, por favor. You beautiful, Clara. Ik weet niet wat het is. Ja, zie je nou wel. We hadden gewoon een taxi moeten nemen. Nou, mooi bol. Nou, mooi is hij. Doe, schat, wees nou even serieus. Je ziet het toch? Hij weet de weg niet eens. Straks worden we nog ontvoerd. Als dat zou kunnen. Doe, klaar. Nou, even serieus. Weet het maar nooit, hoor, met die Spanjaarden. You know a dress? Si. Jammer. Ik had net zo zin in een ontvoering. Everything okay. See? Klaartje. Je moet hem niet zo aanmoedigen. Welcome to Mallorca, yes? Yet. Yes. Is dat zenuw nou goed? Oh. Moeten we dat doen? Ja, nou ja. Ik kan me niet voorstellen dat Frederik een verkeerd adres gegeven zou hebben. Nee, maar we hebben ook een telefoonnummer. Ja. Laten we dan bellen. Dan maar geen verrassing. Nou, dan maar. We willen bellen. Telefoon ook? Ah, telefoon. Sí, een telefoon in het restaurant. Ah. You and I sangria. Yes? Mm-hmm. And you telefono. Instappen, man. We gaan wat drinken en dan kan jij bellen. Oh, waar ben ik aan begonnen? Avontuur, man. Avontuur. Laatje. Dus u kent Irene van Liepen-Biesterveld? Ja.
we hebben dus samen in een workshop gezeten. Ach, wat enig. Wat voor workshop? Nou, het was iets met vrouwen. Anton, help nou eens. Spaans voor beginners. Carlos, come, meet my new friends. Hè, Frederik, Anton. Hola, tanto gusto. My name is Carlos. Yes. Oh, nee. Wat is dat? Omi! Oh, ja. Anton. Señor, tres pasos más. Primo glasses, okay. Ah, familia. Sí. Is everything okay? Sí. Nou, we konden jullie villa niet vinden. Oh. Nee, heb je wel het goede adres gegeven? Laten we nou eerst maar eens wat drinken. Sangria? Nou, zo vroeg op de dag al aan de alcohol. Mam. Avontuur, weet je wel? Op Mallorca. Salud, Clara. Salud, Carlos. Salud, Jess. Yes. Ja, hij kan geen jet zeggen. Leuk, hè? Fijn om u te ontmoeten. Uw moeder heeft zoveel over u verteld. Op de uitgeverij. U zit toch in de boeken? Ja, uw moeder is reuze trots op de dochter. Zou ik ook zijn. Proost. Proost. Heb je weer op zitten scheppen? Die vrouw is barones. Trouwens, je zit toch in de boeken? Ja, hele oude boeken, moeder. Ben je nou helemaal blij dat we er zijn? Tuurlijk is ze blij. Ik ben ook blij. We zijn allemaal blij. Hé, jongens, gezellig. Wat een verrassing, hè, Frederik? Ja, enorm. Enorme verrassing. Dus u wist nergens van? Nee, geen idee. Oh, wat enig. Ja, enig. Harriet, zal ik even afrekenen met de chauffeur? Signor, que sirva pagar. Kijk nou uit, Anton. Die Spanjaarden beduvelen waar je bij staat. No pesetas. Carlos no taxi. Carlos botste tegen mama en toen bood hij ons een lift aan. Jullie zijn bij een wildvreemde Spanjaard in de auto gestapt. Ja, spannend hè, Omi? Carlos, whisky. Omi? Ja, liefje. Hoe zit het nou met dat adres? Maar dat is een camping? Ja, vreselijk. Als wij geweten hadden dat die Spanjaarden pal naast ons een camping zouden beginnen. Een ogenblikje. We hadden beter niet kunnen komen. We zijn helemaal niet blij. Onzin. We gaan straks lekker naar de villa en we gaan genieten. Jij ook, mam. Anton, wat moeten we doen? We? Ik weet helemaal niet wat jij te klaar moet slapen. Ja, dat heb je dan van al die opschepperij. En jou heb je ook niks. Wij gaan een tochtje maken. Allemaal in de auto. He? Waar gaan jullie het eiland laten zien? Oh nee, moeder, nee hoor, nee. Nee, ik wil me eerst eventjes omkleden. Of niet, dat zou jij eigenlijk ook moeten doen. Hoezo? Ach, je ziet eruit als een mislukte Spaanse ballerina. Ja, ik pas mij aan. Ik ben niet de eerste beste toerist, ik woon hier. Alleen niemand weet waar. Prettig kennis gemaakt te hebben, maar ik ga nu mijn dochter en mijn kleindochter het eiland laten zien. Mijn moeder, het begint nu even te regenen. Ah, tot ziens, hè. Maak een leuke lid. Carlos is een uitstekende chauffeur. Carlos, hasta luego. Adios, duches.
Kijk, dit is het klooster. Daar logeerde dus Frédéric Chopin. Naar wie mijn lieve ouders mij genoemd hebben. En zijn Georges Sand. Ben jij naar Frédéric Chopin vernoemd? Ach, wel nee. Omi heet gewoon Frédéric naar de moeder die ook Frédéric heet. Hè? Moeders, hou nou toch eindelijk eens een keertje op met die onzin. Maar liever, het is toch een enig idee dat die twee wereldberoemde mensen in dit klooster hebben gelogeerd. Ja, die hadden tenminste een logeeradres. Wat bedoel je? Nou, dat is meer dan wij kunnen zeggen. Anton. Anton. Ga jij even de kaartjes halen. Oké. Okay. Nee. Moeder, ik wil geen klooster zien. Ik wil naar de villa. Ik wil me opfrissen. We kunnen morgen toch ook het klooster bezoeken en tochtjes maken? Carlos wil ons wel rijden. Ja, Carlos? Zie. Ja, dat dacht ik wel, ja. Zal ik dan eens kijken of we hier iets te drinken kunnen krijgen? Je hebt al genoeg gedronken, Anton van Voorst. Wat gaan we dan doen? Weer in de auto, rondkarren, uitstel van executie. Waar heb je het over, Anton? Doh, dat is de sangria. Die is hem naar het hoofd gestegen. Zo. Dus jullie weten zeker dat je geen kloosters wil bezoeken? Nee. Laten we naar het strand gaan. Oh, wat een geweldig idee. Ja, maar Fredje, je wilt toch nooit naar het strand? Nou ja, als Klaartje zo graag naar het strand wil, kom. Je gaat niet vervelend zitten doen, hè? Je zal toch eens een keer met de waarheid te vertrokken om te komen. Denk jij dat goed gaat, hè? Hoezo? Nou, jullie pikken de eerste beste wildvreemde Spanjaard op. En dan vind jij als moeder het goed dat hij meteen met zijn hand aan je dochter zit? Moeder. Dat moet natuurlijk nergens met bemoeien, hoor. Maar ik dacht dat Klaartje verkeering had begrepen. Ja, moeder. Zal ik dan nog maar eens een kans sangria laten aanrukken? Je hebt al genoeg gedronken, Anton. Zullen we dan naar onze villa gaan? Er is helemaal geen villa, hè? Jawel. Alleen het is meer een... Niet zo erg grote villa. Nee, het is meer een... Kleine villa. Ja, het is, zoals ze zeggen, meer... Helemaal geen villa. Precies. Hè? Nee, maar het is meer een... Een hutje. Een hutje? Ja, zo'n schattig, pittoresk Mallorquins. Hutje voor twee... Voor twee personen? Ja. Dus wij weten niet waar jullie moeten slapen vannacht. Hoe konden wij nou weten dat jullie opeens voor onze neus zou staan? Ja, en hoe konden wij nou weten dat jij weer vreselijk hebt zitten ophakken met je grande villa? Het spijt me. Nou, leuk is dat, hoor. Ach, een Klaartje, die had zich zo verheugd op een eigen kamer met zwembad. Hoe, maar er is wel een zwembad. Op de camping, in de buurt. Fijn, moeder. Heel fijn. Dan Klaartje en ik toch lekker in het zwembad slapen? Doe nou, Jack. Zeg, mam, kom je ook even in de zon? Ik kom eraan. Zal ik het vertellen of doe jij het? Doe jij het maar. Nou. Wat een villa. Kom dan. En een eigen zwembad, 2 kilometer verderop. Dat is ook niet mis. Doe, jongens. Het spijt me verschrikkelijk. Maar hoe kon ik nou weten dat jullie van plan waren om te komen? Maar het was een verrassing. Oh. Gelukkig hebben we Carlos. Maar wat gaan jullie dan nu doen? Carlos heeft ons aangeboden dat we bij hem kunnen logeren. Oh, kijk maar uit, jongens. Want je weet het... Het nooit met Spanjaarden. Spreek jij Nederlands? Ja, een klein beetje. Maar... Oh, heb ik vreselijke dingen gezegd? Valt wel mee. Sorry hoor, ik dacht dat je me niet kon verstaan. Wat erg. Ik vind het leuk als hij zegt, lekker ding. Oké? Iemand iets drinken? Welkom, bro.
Ik geloof dat ik opeens heel moe ben. Gek, hè? U lekker slapen. Sista, ik u halen vanavond voor eten. Allemaal eten. Wat bedoelt die? Jullie gaan siesta houden en wij gaan met Carlos mee. Ik u halen, later. Ja, Carlos komt jullie straks halen en daarna gaan we gezellig met z'n allen eten. Ja, goed? Ja, goed. Ja. Oh, een eigen leerbaan. Oh, het is toch niet te geloven. Oh, wat een geluk dat we die Carlos zijn tegengekomen. En wat een geluk dat ik niet naar jou heb geluisterd. Jij wilde een echte taxichauffeur. Ja, ik weet het. Avontuur. En nu hebben we een prachtige kamer met een eigen badkamer. En dan dat zwembad. Ja, dit is toch heel wat anders, hè? Dan een houten keet voor twee. Arme oom. Ja, oh ja, mijn arme vriendin. Als je het over de duvel hebt. Oh, nou, die zal wel opkijken. Oeh, daar kan ik me nu al op verheugen. Hallo, mam. Dag, lieverd. Hallo. Hallo. Wat een prachtige villa. Logeren jullie hier? Ja, is niet gek, hè? We hebben allebei een eigen kamer met een eigen badkamer. Aha. En het zwembad is ook best aardig, toch? Wat drinken jullie? Champagne. Champagne? Ja, ja. Willen jullie ook wat? Nee, geef mij maar een glas water. Ach, ach ja, het is vakantie. Maar dit kost toch een vermogen? Het lijkt wel een paleis. De prijs? Nou, dat valt reuze mee. Begrijp het niet, dit kost toch een kapitaal? Maar wij betalen een vriendenprijs. Een vriendenprijs? Alsjeblieft. Ah, jullie zijn al aan de champagne. Hallo, Frederik. Wat gezellig dat je er bent. Dat Anton. Maar u woonde toch op een landgoed? Ach, ik riep maar wat. Maar dit is toch ook niet slecht? Nee, het is prachtig. Maar u had het over bijgebouwen en personeel. Ach ja. Ja, dat kwam omdat u dacht dat ik van adel was. Bent u niet van adel? Wel, nee. Ik heb in Palma een modezaak en die heet de Dutchess. Vandaar dat iedereen hier op het eiland me zo noemt. Maar waarom... Waarom ik dat niet eerder heb gezegd? Ja. Ja. Die Del, die getrouwd was met een Duitse wapenfabrikant. Die wou u gewoon een lesje leren. Het spijt me verschrikkelijk. Mogen Jet en Klaartje hier toch logeren? De vrienden van Carlos zijn mijn vrienden. Jet en Klaar kunnen hier blijven zolang als ze willen. Als ze maar van mijn lover afblijven. Lover? Ja. Van wie dacht u anders dat hij Nederlands geleerd had? Ik ben een lekker ding. Hier, Carlos. Neem. Jongens, salut. Op de vriendschap. Op de vriendschap. Jet, Klaartje.